duurste huis van Nederland. Er komt een normaal huis voorbij dat je denkt, ah ja, dat licht zo prachtig. Of jeetje, wat een rijkdom. Nou, dit is wel alles bij elkaar volgens mij. Ja, dit huis is echt over de top. Hier zit echt alles in. Meer is in Nederland volgens mij niet te vinden. Het is waanzinnig vormgegeven, waanzinnig luxe. Dit is echt gewoon het mooiste huis wat je kan vinden. Nou, je maakt me heel nieuwsgierig. Laten we een kijkje nemen. Nou ja, als je het zo voor de eerste keer bekijkt, dan denk je, wat is dit voor wooncomplex? Het ligt verlaagd, het ligt hoog. Nou, dat heeft ook met Heerlen te maken, denk ik. Ja. Daar staat dit huis. Het is een moderne design villa, nieuw gebouwd in 2011. Steden als Düsseldorf, Antwerpen, Brussel, Eindhoven. Eigenlijk ligt dat allemaal op een uur afstand. Dus ja, het ligt wel in het zuiden. Precies. Maar zo ver weg ligt Heerlen dus niet. Maar als je over dit huis heen zweeft, het heeft terrassen. Het heeft een hele frisse architectuur. En als je dan binnenkomt, ja, dan val je eigenlijk van de een in de andere verbazing. Ja, dit is echt luxe, luxe, luxe. Met eigen lift, grote woonkamers, grote eetkamers, een enorm grote keuken waar alle apparatuur in zit die je maar kan verzinnen. Ja, en deze eigenaar heeft inderdaad duidelijk gezegd, het maakt mij niet uit wat het gaat kosten. Ik wil gewoon alles in dat huis hebben wat erin zit. Maar hoeveel kost het? Ja, deze eigenaar die heeft echt enorm geïnvesteerd. En die durft eigenlijk boven de 10 miljoen niet meer echt bij te houden wat hij er nou echt aan heeft uitgegeven. En dan vraag je er 6 miljoen voor. Ja. Ongelooflijk wat hier allemaal in zit. Een grote master bedroom, een soort binnenterras. Je kan hier echt gewoon letterlijk in je blote kont buiten lopen zonder dat iemand je ziet. En genieten van een haardvuurtje. Er zit een enorm souterrain onder waar wellness in zit, een zwembad. Je kan het maar verzinnen, want bij de slaapkamer inderdaad een binnenpatio. Weer op andere plekken zit je opeens in een sportcentrum met zwembad in de kelder. Ja, zelfs een pooltafel die gewoon automatisch naar beneden kan. Dat je ook lekker met de voetjes van de vloer kan. Maar dit is ook wel echt man cave 2.0, 3.8. Wat zit er niet in? Je ziet inderdaad hier prachtige wijnflessen met LED verlicht. Het is sfeer op sfeer op sfeer. Ja, ze hebben op elk onderdeel echt het hele lijstje afgewerkt. Wat kan je er nog meer in stoppen? En dat zit in dit huis. Alles zit hierin. Je kan je eigenlijk niks meer wensen. Wie koopt er nou zo'n huis? Dit huis is echt bedoeld voor de liefhebber. Iemand die van bijzondere architectuur houdt, van modern design. Mm-hmm. En eigenlijk is het ook een huis. Je hoeft feitelijk alleen nog maar je tandenborstel mee te nemen. En dan kan je heerlijk gaan wonen. Heerlijk.